Dag dames en heren, goedenavond. Het Nederlands elftal heeft Rio de Janeiro ingeruild voor Salvador. Daar waar vrijdagavond voor Oranje de eerste wedstrijd van het WK op het programma staat. Tegen Spanje. Jack van Gelder, goedenavond. Kun jij zeggen of Oranje zorgeloos is vertrokken? Ja, zeker zorgeloos. Het was vanochtend al druk daar bij het hotel, het Caesar Palace Hotel aan Ipanema Beach. Daar stonden al heel veel mensen, maar er was natuurlijk ook heel veel politie op de been. De veiligheid daar, daar wordt altijd goed voor gezorgd. En toen kwamen de spelers naar buiten en dat is het moment dat eigenlijk het WK nog meer gaat leven. Je hebt weken bij elkaar gezeten, je hebt getraind. Je hebt met elkaar gesproken, je hebt wedstrijden teruggekeken. Maar dan ga je op weg naar die eerste wedstrijd tegen Spanje. Louis van Gaal, keurig als altijd gekleed. Ook hij stapt in de bus en dan zie je de gezichten. Die gezichten die gewoon al iets verraden van nu gaat het echt gebeuren. De ernst neemt toe. En nu vertrek je dus daar uit je hotel waar je over een paar dagen weer terugkeert. 2 dagen voor de wedstrijd, nu vertrokken naar de speelstad. Dat was bijvoorbeeld 2 jaar geleden. Anders en ook 4 jaar geleden. Men heeft gekozen om 2 dagen van tevoren al naar Salvador te reizen. En dat zal ook zo zijn naar São Paulo en Porto Alegre. En de vraag is, hoe komt men hier terug naar die wedstrijd tegen Spanje? Is men dan weer helemaal ook in de mood en is er een goed resultaat behaald? Maar dat is de spanning die er een beetje heerst natuurlijk in de groep. We zagen Wesley Sneijder als eerste hier in beeld. 30 geworden dit jaar. Een man die in ieder geval een verhaal heeft en die ook precies weet wat hij nu eigenlijk aan voor het elftal te wachten staat. Vrijdag moet het allemaal perfect zijn. En dan gaat het beginnen. En ik heb de afgelopen keren dat ik voor jou voor de camera stond, heb ik gezegd van kleine foutjes, hè, die zullen er nog wel in zitten. En die mogen we ook wel maken, zeker in oefenwedstrijden. Maar vrijdag niet meer. En dan moet het 100% perfect zijn. Alleen dan heb je kans van slagen. Ja, dan moet het 100% perfect zijn. Vanavond meer Sneijder in het WK-journaal. Dan ben jij er ook weer, Jack. Wat ga je nog meer doen in dat WK-journaal op Nederland 1? Nou, ik verheug me er erg op. Gisteravond gearriveerd hier de ex-bondscoach Bert van Marwijk, die de komende tijd bij ons zal aanschuiven. Die ons ongetwijfeld kan vertellen wat is er nou precies aan de hand. 2 dagen voor een grote wedstrijd. De eerste wedstrijd in het toernooi. We weten het van 2 jaar geleden nog. Van Denemarken verliezen niet terecht. En daarna eigenlijk het ritme niet meer kunnen oppakken. Maar we weten ook nog van 4 jaar geleden onder zijn leiding dat de finale werd bereikt tegen datzelfde Spanje. We gaan laten zien hoe het vertrek was. We gaan laten zien hoe de aankomst is. We gaan laten zien hoe het nu met het elftal is. Dat overigens vandaag 1 training heeft en het is besloten. En we gaan ook andere zaken laten zien rond het WK. Kortom, om 10 voor half 11 zijn we er met het WK-journaal. Het is zo mooi hier. Je zou erbij moeten zijn, Dion. Sorry.